Zou de ene neef in de oren neef was het ook is, dat ken ik. En hij startte valsk. En boem, voort voel de spanning. Goeien en welkom bij het Scootje Journaal. Hier van al die prachtige Snitsermar, dat traditioneel de finale van het SKS-Sion is. En dat elke nieuw juster tocht van dat wordt nog een mooie spannende strijd, wie het al heel gauw voorbij. En wie de kampioen van 2014 bij de SKS, Douwe Visser. En we hebben Grutsk, hij zit aan tafel. En hij heeft zijn adviseur mijn naam, Tammo Oosterhof. Hoe wichtig wie hij dit kampioenschip? Gjalt de Jong, die analyseert mij. En de muziek is fleurig van Marcel Smit. En Tjipke, die giet jou het zien laatste uitdaging bij de SKS on. Maar eerst zoeken we even op die Snitsermar en vooral ik op dat starteiland. Je zit aan de verkeerde kant van het wetter. Niks hoor. Nee. Waarom? Wij komen nog hoor, we gaan wel kijken hoor. Straks. U gaat wel kijken? Ja, natuurlijk, daar wat dacht je dan? En jou, het komt door de zomer. En jou, zin in de zomer. Aha, fans van de Snekerpaan. Ja, klopt. Yes. En een appeltje. Geen vakantie. Dat is het hoop doet leven. Het is nog niet gebeurd. Het is, hij is dus 7 punten naar staan en het gras, hij het een weer naar gauw. Ja. Laken naar 7, dan is hij er. De kans is vrij klein, maar hij is niet nul. En het is altijd zo, als je een wedstrijd van 24 schepen hebt, een wedstrijdveld, dan is er toch altijd één die wint, dus die is gisteren dan de andere. Ja, zo werkt het. Ja. In augustus echt nog geen genoeg, maar kom je in maart. Even lekker in het zonnetje liggen. Zal ik lekker scootjes jullie zien? Alles even klaarmaken voor de sneekweek. Als wij opbouwen, zijn hun eigenlijk aan het afbreken. En we komen elkaar allemaal weer tegen. Dit is de eindfase morgen. Maar wat vindt u zo mooi aan dat scootjesielen? Ja, die bruine zeilen, die schezen en dan die strijd onder elkaar. Geweldig. Het last van botulisme. Wie gaat er nou winnen, denk je? Ja, dat weet ik niet hoor. Dat heb ik niet zo heel precies bijgehouden. Oewe Zwager. Nee, maar Oewe Zwager uit Leeuwarden die zit meestal voor in de prijzen. Ja, Oewe Zwager. Hoe lang is dat lien dat Ulbe Zwager nog bij Leeuwardveer, Ilke? Dat is al tol weer tretje in lien, denk ik. Ja, ja. Amsterdam is een scootjesiel, dat giet net te geren. Nou, nee, maar ze komen misschien ik maar ik in het tretje niet. Dat zei je. In de eerste uitsturing begon ik hier boeten bij die wijn. Heb je uitlijn van hier komen de uitsturingen wij. En dit is het hokje dat Ilke Lok altijd zit voor het wedstrijdverslag. Dat is volslijn live. Hij docht dat sa even uit de losse pols. Ilke, even een vraag hoe dat kampioenschip van dit hier 2014. Waar maakt het pleetsen qua spanning, qua zielen? Het had nog nooit zo spannend geweest. We zijn in lang war, maar binnen 4 minuten alle 14 skippen moeten finish komen. En je komt elkaar heel moeilijk voorbij. Dus dat is het enige wat dit keer belangrijk is. Ze zijn dichter bij elkaar gekomen. Er is weer een Douwe kampioen, dat is vreselijk. Ja. Maar ja, Douwe Grauw zie je het van vorige keer bij mijn auto van Eerle Huizen staren. Wist je wat er Simisai doet door de auto stappen? Verdomme Elke, ik zal hem pakken. Had er die in. Het is toch een familiestriet dan, hè? Ja, maar ze weten ik dat die jongens, die orenjongens op die jongenskippen, die ben al je goed dwanen met goede ploegen te bouwen en zelden wat te dwanen wat zij doggen. En daar krijgen ze ook hier een hele strijd van, want zat dicht zit het bij elkaar. Komt het nog dichter bij elkaar, Takemier? Het komt nog dichter bij elkaar, Takemier. Oké, nou ja, goed. Nou is het in elk geval Douwe Visser van Grauw, die de kampioen is. Ik ga direct naar de studio. Elke, wij gaan eruit. Wij klappen de deur dicht. Toen maar Vins, de cameraman. En als ik de deur dicht klapt, hef, dan mag je snel beginnen. Oké. Elke, die kondig ik nou aan, door die dicht, het wedstrijdverslag.
Dat was heel belangrijk in de start wat er gebeurde. Grauw zocht snits op, snits moest eerst worden. En Grauw moest dan binnen de eerste acht zitten, dan weer tik en weg goed. En Grauw gaat eronder. Ik dacht, hij gaat er boven, hij gaat eronder. Hij gaat er tussen, hij gaat hem heug. Hij gaat hem heug, hij gaat hem heug, hij gaat hem heug. En hij dwingt Douwe Snits naar een soort valse start. Douwe Visser besiekert alles om er onderuit te komen, maar hij komt er net onderuit. Hij zit gewoon te heug. En zie je dat toeterke wat je hem jaren, dat betreft dat Snits, het noemer van Snits, omheug gaat. En dat er weer naar beneden maar op een of andere manier. En dat had Douwe Grauw dus al jaren versierd. En hier gaat Snits naar beneden. En dan weten we al, want hij wordt nooit meer eerst in dit veld van die veertjeskippen, dat Douwe Grauw kampioen is. En dat weet Douwe Grauw natuurlijk, ik al. Hij had gewoon Douwe Snits van joker zet daar in de start. Geen die kant maar uit, zei Douwe Snits. Maar komen we wel. En wie zit Douwe Grauw dan? Ja, die zit wel redelijk. Die is redelijk voortkomen nog. Die ziekert de wal een beetje op en dan de beheerdersziel. En dan beziekert er wat door de midden te komen. Ja, door de midden moet je net werden. Dan zou je al je oren skippen. Bij Gliekse, dit is een man, want die lezen toch dik voorop. Doet ze vanuit de start te komen. Het is een heul en kruisraak, dus kan je het eerlijk stellen. En ze gaan vannacht wat aan dit zeil dienen. Want ineens wien ze er weer bij de man nu te akkeren. En dan zou je, werd vroeger de roekenpalers hier. Daar wordt nog wel eens zat dat de wien zou draaien. Dat je heel goed uitkwam. Maar ja, nog een jaar of een jaar, die had al geen gelok dit seizoen. Maar dat komt er net goed uit. Nou, dit binnenman die ze wordt eerst bij de tonnen binnen. En dan zie je dat Akkerem der Boppelaars gaat en dat Grauw ertussen zit al. En dat de Zuidwesthoeker erbij zit. En dan is het prachtig om te zien dat de Akkeremers eerst om die tonnen gaan. Dat vinden ze zelf heel belangrijk. Zit de Jouwer erbij, die wil ik eigenlijk wel wat. En Jan of Waard wil ik wel zien leren. Maar die wil vallen alleen maar blauwen in het klassement. En dan bloed er op het tweede plak. Dus daar ziet er al je weer wat lietse strietjes. Mijlkoor en mijlkoor. En hier Grauw ziet je tussen en die ziet heerlijk op rozen. Want ergens in de 40 zoe snits dan wel onkomen. Maar dat zeggen dan nog wel een keer. En hij viel hem al kampioen verzeld. Maar dan komt dit. Dan komt dat hele veld in de breedte. En dan zei het Snits helemaal aan die onderkant. Ja, maar ik ga zo onderlijk mogelijk. Zo onderlijk mogelijk. Breed uit al hier. En dan gooi ik het zeil over. En dan zie ik besiekje er wat van langs te komen. Ik zal besiekje er wat van langs te komen. Dat zo kennen. De hele man had het in een lemmer dien. Komen we ervoor of komen we er net voor? Het weer zijn laatste kans om nog naar het eerste plak te gaan. Want het lijkt al hier op één grote lijn. Ze steunen de geek. Ze willen de wienwol in het zeil blazen. Ze willen die kant wel uit. Maar dan gebeurt dit. Dan komt Grauwer aan, die had het zeil door bakboord. En die zei het stuurboordzeil van Douwe Grauw. Jongen, op zo de middrie. Domaast voortwezen. En dan is het helemaal clear. Ze zitten nog wel even Sienlekoor aan. Nou ja, ze protesteren net Sienlekoor. Dat had ik geen enkele doel meer. Maar die man, die komen dus heel raar bij om die tonnen. Heel raar om die tonnen. Want ja, die oren om die tonnen gaan. Het is daar een trillet, jongen. Het is zo schitterend om dat te zien. Ik zie me even stilhouden. Waar leidt vrij voor en waar leidt net vrij voor? Waar kan er tussen? Ken je die nou reisje? En ze weten er helemaal niks van. Ze komen gewoon viertje breed op die tonnen. En dan maak je maar zien hoe dat gaat. En Chris Nagel houdt me bij mijn matje. Nou, zo zit het al hier in elkaar. Het gringt maar in elkaar om. En daar hulde onder, daar ergens, daar zitten Grauw en Snits. Zuidwesthoeken komt nog mooi voort. Maar dan de rest van het verhaal. Ja, ze maken ziekje om een plak te vinden om die tonnen te komen. En dan komen de achtersten, die komen helemaal naar voren om binnen terug te komen. Maar ja, de allerachtersten, dat worden Grauw en Snits. En dan is Grauw kampioen. En daarom zie ik helemaal niks om zijn gezicht. Hij vindt alles best. Gaat royaal naar beneden. Met Berend Mink maar bij die tonnen in, want er komt wel weer intussen. Nou ja, en hij gaat voorop voorlopig. En ja, dat wilde ik wel graag bloeien. Want hij had de eerste week goed zield en de tweede week abnormaal slecht zield. En hij wil zien dat er hem verbetert. En hij wil zien, ik ben hier bij de beste. En ik zil die beide douwers in het volgende keer aanvallen.
Maar deze man, die doet het ik hoor. Die komt wat om de tonnen. Zuidwesthoeken, Auke de Groot. Prima dien. Voor zijn grutskip, doordat het mij dit stille waar, het wat strookjes en wie zitten, doordat het uitsteken. Prima. Jenne Waard zit er verder wat achter. Die had wat moeite met de lemmer. Want ja, de lemmer komt op. En dan moet Jenne Waard eigenlijk net vooruit zien, maar achteruit zien. Dat doet er. Hij draait drie, vier, vijf keer. En dan komt er op de tonnen aan. En dan weten ze dat lemmer, want die show hem de krek voorbij is. Die leidt daar achter dracht nog. En die kan amper die tonnen helden. Dan show hem dat lemmer voortgeeft. En dat drachten mij Jenne Waard mij geeft naar de voorste linie. Prachtig gezicht wie het wil, maar ja, meer wie er net aan de hand. En hier zie je hem snits en grauw. Tolf en Tretjen op dat moment, alleen de hele mannen zitten erachter. De rest van het veld leidt hier. Het is eigenlijk net leuk, zijn kampioenschap, maar het is wel leuk dat de oren te doen. Nou, ze werken hard aan deer, snits, hier en grauw aan zich om er wat bij te komen. Maar ze komen er natuurlijk absoluut net meer bij, want je zit er achterin. En dan bloedt de wien daar altijd hingen. En dan kom je hultijd meer en meer achter. En ze hulden al, ik beide geen verlet meer om naar voren te gaan. Ja, ze zoenen wel wat sneller te willen, maar dat kan gewoon net, want ze zit de wedstrijd net in elkaar. Grauw, Hulbe Brandsma, der sigarettenrook blazend op de roef. Die beginnen naar de tonneta en dan kom je wel ergens. Nou, dan gaan we naar Ingen, denk de meisje, waar wint deze wedstrijd? En de redder in ja hoor, had ik wel wat goed te meisje. Had een peer fixe zinvallers gehad. En hij komt dus eerst door de finish. Mooi dien en daarmee komen ze nog op een vierde plekje in het klassement. En dat vinden ze vanzelf schitterend. Ja, keurig dien man. Zij hebben de wedstrijd won. Akkeren betwadden. En dan komen de rest van het verhaal met de Zuidwesthoek op het derde plak. Nou, en dat is keurig dien bij die man. Maar dan komt er een hoe de finish. En daar maken we een speciaal naar zien. Want ja, die man die vieren het echte feest. Zij ben kampioen. De Grausters, Douwevissen. Ja, dat wordt aardig gesprongen. Nou, voor de Vosslijnens. De Jouwer wint deze wedstrijd op de Stitsermar en Akkerum. Hey, Joert, ben ze er weer bij. De Zuidwesthoeken treden. Jenne Waard, Drachten Waard zijn, de Lemmer Zonde. Geef ik gauw verder naar het Jereveen. Achtste, Ljouwer Njogende, Langwaar, Grauw, Snits, Huzem en de Hele Mannen. En om het even echt zeker te hebben. Ja, de Steense 36.6. Grauw is de kampioen van 2014. Maar 10 punten minder snits op het tweede plak. En Jenne Waard wordt treden. Zie je gauw je eigen favorieten nog even uit. Geen wij naar de tweede side. En zorgen dat Langwaar achtste is. Njogende de Hele Mannen. Dan Ljouw het wat zijn. Drachten, Huzem tredjende. En het Jereveen moedeloos onderongen. Douwe Visser, lokwenske. Dank u wel. Hoe spannend wie het van de morgen? Nou, ja, wij hier een hoop op een winkelrachtje draaien meer. Maar dat kwam er niet. En dan wordt het al een moeilijke wedstrijd. Waarom? Dan wordt het een klokzielerij. Een loterij? Een loterij. Ja. En wat wordt dan je plan? Nou, dan het Tammo en ik die hebben het er even door. En Claire, waar gaan we het door? Snits mag net eerst nee. Weer. Bij een bloeien. Bij een bloeien, opziekje. En hij mag niet eerst worden. Nee, dat wie het jinnige plan. Eigenlijk verjoerd wie dat. Ja, dan zie je het krek ongelooflijk te kniezen. Nou, ja. Mooi. Maar waarom? Nou ja, dat wie het plan en dat lukt. En dan kom je hem bij me koren en dan is het. Ja, wij hebben Joert net van de eerste plaatje zie op totaal net. Wie totaal net interessant. Heb ik helemaal niet dient. Het leuk het wel. Uiteindelijk, want je hebt wel macht. Je hebt altijd macht als je als wij die maar een keer bijkomen. Dit is net een normale wedstrijd. Het kan Sarah. Maar als het uiteindelijk het vaarfront is, daar is wel een beetje wisseling geweest, maar uiteindelijk dan een hele soort. Dus als die in het vaarveld goed staat, dan is het een heel duidelijk voorbeeld. Snits kwam als 12 om de boppenste boei en wij als nummer 3. Ja. Nou. Toen Akkerum en Jenne Waard die gingen omheen en wij hadden direct zijn snits die gingen de andere kant uit. Let ze maar in, wij houden die kant safe. Als het daar goed valt, dan vangen wij hem op. Ja. Hij voelde goed, wij waren de enige die snits daar nog opvangen kon. Ja, toen was hij er misschien wel verlangstelling kent. Hier is snits van 12 naar 1. Dus hij heeft de eigen continu op snits aan. Wij hebben de eigen continu op snits. Tammo, Do heeft ik de eigen. Allebei, ja. Ja, wat is er maar die stem?
Feesten. Oh, feest. Oh. Beetje verkocht. Ja, oh, ik denk, de kist hem net berazen als adviseur. Maar dat ja, valt wat aan. Dat is het doof. Maar het begint natuurlijk al met de startdouwen. Dat Snits vals giet. Ja, ja. Wat, zou je hem geniest, hè? Nou, niet geniest, maar hij joeg eens de kans en dat met er niet wel. Want, wat nou ja, dan moet er omheen en ja, kleed. Dan moet er omheen. Wie is Montnari? Volgens mij het wedstrijdziel. Oh, dat, ja, nou ja, dat kan ik naar in nemen, toch? Op ziekje, maar dat ja, is wedstrijdziel. Het is net negatief bedoeld, Douwe, maar toch een beetje prikken. Nee, het gaat om het punt en je begint om het wedstrijd mijn doel. Nou, snits maar net in je wedden. We vallen het net te gek dwaan, maar dat hij u de kans jouwt om een moeder lijn te brengen, dan ben ik net te beroerd om dat te doen. Nee, want dat is wedstrijdzielen. Dat is wedstrijdzielen. Ja, Tammo. Ja. Het is een tactisch speeltje wat dat betreft. Ja. En dat is nieuw, het is niet een andere keuze omdat dat te doen. Nee. Excuses van mijn stem. Ja, dat feesten, dat hier joen toch pas bij zijn matten. Ben te bedierd. Hoe belangrijk is Tammo, Douwe? Tammo is heel belangrijk, maar de hele ploeg. Wij doen het maar zien 15. En nou, wij hebben op alle plakken een hele goede meesken. En dat jouwt mij de rust om ik zo'n dag als Joert. Dat het, nou ja, ja, het is best wel spannend. En Juster, nou, wie misschien een meter te betiert, weet ik van wat. Ja. Maar dan begint het wel weer op 14 en ja. Dan moest alle punten tellen. Om dan gewoon rustig te bloemen en alle dingen goed te doen. En er is Tammo heel belangrijk in, maar er is al Douwe Tadema. Maar neem ze alle keer maar op. Die jongens die zien alle keer al zien. Ja. 12 trekken hier ja. Bij mij. Want zo'n 2004 ben je bij me koor? Tammo, ja, we zijn samen begonnen en we gaan steeds verder. Ja, en je begint heel iets verder. En je begint ik te gaan het feest in. Zeker. Ja, absoluut. Zou we eerst even... maar de rest neem ik gewoon. Ja, 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 natuurlijk. Maar zou we even zien hoe het aan boord weer? Vlak na de oerwinning. Kassa! Hey! Wat een Eerst naar de schipper. Hey, kijk aan. Hallo. Ja. We hebben een lokmens, jongen. Ja, hier hebben we het. Winnen. Hier hebben we het verdiend natuurlijk. Dank je wel. Ik ken van u net mijn steken, hè? Ja, ontlading nemen we dat toch? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Is het een emotioneel moment eigenlijk voor een skipper? Nou, of... ja, toch wel. Je bent daar maar de hele ploeg een hier mee bezig. En ja, dat het dan lukt, dat valt ik wel. Maar ja, toch wel. Ja. Nou, ik vond het wel een heel mooi beeld toen we voor het achter die sketten voor de achter die morgen. Ik vond het heel mooi rustig en toen begon. Ja, het is mooie tafel. Vond ik een mooi beeld en toen doe ik een wibby hem aan boord. Toen keerde de rest van de bemanning in het voordek daar en toen blijft mooi rustig even zitten. Vind ik een mooi moment om te zien, want het is toch even van wie hard. Nou ja, je hebt wat spannende dagen gehad, hè, was ik zei. Nou, shit, het in de lemmer op zich, de eerste dag begon hartstikke mooi voor u. En
dan denk je, nou ja, wat kan er nog verkeerd gaan? Ja, wat kan er de 12 dagen nog verkeerd gaan? Douwe Ian en wij val starten en achterom. Ja. En dat gebeurt dan ik en dat jouwt best wel even wat... Een deukje even. Ja, maar dat is wel zielspot natuurlijk. Hè? En dat jij er allemaal wel bij. Dus ik word weer mooi. En voor de overwinning, Joet, is het prima. Ja. Alleen hadden wij juist ietsje nog hier een puntje, dan hier we Joet een volle mooiere wedstrijd zielen kennen. Dan hier we gewoon voor de eerste plakje. Ja. Dat hier nog. Gelukkig, dat is hem nog. Dat... Net, ja, net, maar goed, dat, is... dat maken we er net uit. Nee. Dat je het net meer uit maken. Nee. Dat wordt redelijk druk. Ja, natuurlijk zit er wel druk op. En met alle respect, maar ik denk dat wij van hier de beste winnen. En dan word je het net op zo'n apenkoolwedstrijd ons net zien moeten. Dat hier ik net accepteerd. Nee. Elke zei van het is een van de spannendste kampioenschappen West in elk van de laatste jaren. Wist het er maar eens? Van de laatste traai hier wel. Wie is net zo oppermachtig? Dat ze hield die dichterbij. Ja, we staan nou ook 10 punten los van Snits. Ja, nou, dat vind ik dat de moeite. Dat is best een god. Ja, dat is best genoeg. Dus... Maar vooral naar die eerste weken liep het er zo op. Hè, ja, maar dat is het mooie van het scootsersiel nou. Die skippen en het materiaal. En nou ja, ze geven er alle volgas voor. Sjoe Jenne wordt 100%, ja. Snits 100%, wij 100%. Iedereen. Ja, en na die eerste weken komt dan inderdaad wel die skifting. Hè? Dan beginnen de wedstrijden wat duidelijker te worden en dan komt er een. Ja. Ja. Takom hier staat elke lok, komen ze nog dichter bij elkaar. Wil ze dat? Ik denk het wel. Jenne Woord heeft een stap verdiend. Wij hebben een stap verdiend. Ik weet zeker dat Douwe oor hier. Dit zit hem niet lekker, dus die giert ik weer een stap vooruit van. Lemmer het goed zield. Moest weer nog een skip dat een stap fruit. Akkerm het nou weer wat. Ja, het werd alleen nog maar spannender. Het werd alleen nog maar spannender. Wij gooien de spanning er even naar. Wij luisteren even naar muziek. Van Marcel Smit. Marcel, even een fleurig noemer, hè? Ja, ik smit er even een fleurig noemer neer. En hoe heet het? Omstekeerd. Omstekeerd. Sabine Jood, hè? De kop van het klassement. Ja, zie je achter in de wedstrijd. Omstekeerd. Goed bedacht. Ja. Als ik het doen mocht en die ik alles zo zong, stapte ik in een zeel vol mensen uit de kist. Op een feest met gebak en de juiste muziek, al je bloemen en die een vriend die ik mist. Ik hief op een hoers en een groot kapitaal en ik loerde thuis wat naar een wiefke van de zwaar. Een dikke Mercedes die bracht me te plak en de beste bazen die kregen me net waar. Omstekeerd, alles ozom door mijn leven, maar omstekeerd. Omstekeerd, van toek naar dom, ik word oors. Omstekeerd, mijn hiergier van gries naar mooi donkerbruin. En ik word voor directeur van een grote fabriek. Mijn buller die wordt starig omgever. En ik begon mijn succes in de muziek. Eén keer in de week, wat tien keer in het jaar. En ik wat staren gewoon weer gek op mijn vrouw. Ik pafte een pakje dijs en ik dronk whisky als water. Wat longen we eens kinderen. En een kater kon net gauw. Omstekeerd, alles ozom door mijn leven. Maar omstekeerd, omstekeerd. Van toek naar dom, ik word oors. Omstekeerd. Naar squallen werd een makje, was het alles al wist. En in de jas van het leven, dan pak ik mijn rest. Ik roep om mijn maar kleer bij mijn schieten. En nu zei die lekker alles betalen. En die vindt dat wel best. Ontend nog een flesje, en dan is gebeurd. Nog even jonge man in het leven van ons man. Ik hoef van een centimeter als 50 naar je millimicrometer. En het laatste wat ik heb, is uw zijn. Zien stem! Ja, 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 ja,
Nu gaan we nog een keer. Hier mijn meisje, jongen. Hoogste keer. Alles oorzaam. Door mijn leven waar. Hoogste keer. Je stem meer. Hoogste keer. Van toek naar dom. Ik word oors. Hoogste keer. Hoogste keer. Alles oorzaam. Door mijn leven waar. Hoogste keer. Hoogste keer. Van toek naar dom. Ik word oors. Hoogste keert, hoogste keert, alles oorzaam door mijn leven, maar hoogste keert. Alsjeblieft. Nou, interessante visie op het leven, Marcel. Zak in dek. Ja, zak in dek, hè, omste keert, ja. Gjald, we gaan het krek even over de spanning in dit kampioenschip. Wat waren nou de opvallendste zaken, om dat nog eens... Nou, ik ben natuurlijk Douwe en Douwe ben beide goede zielers. Ik denk ik, en dat is helemaal net verkeerd bedoeld ten opzichte van de woorden, maar ik denk dat ik de beste zielers ben. Ik zie gewoon in dat veld alle keren zie ik naar hoe alles gaat en weet ik wat meer. En dat zie je steeds gewoon. En natuurlijk, Pieter, ik wil mij, dan maakt je misschien te volle fout. Nou, je maakt je een oren kar. Ik weet net waar dat online. Dat zo is toen hard zelf rijden. Maar ik zie het gewoon. Plastisch gewoon bovenop en hoed hun zielen. En dat zie je gewoon een ontleren. Ja. Nou ja, het ik mijn ondervinding te krijgen. Ja, natuurlijk. Daarom? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik word al wat gris en wordt Douwe die telt ik al. Ze is een saai jongen. Ja, ik film je hartstikke. Ja. Nee, maar laten we heel eerlijk zijn. Douwe is 57. Ik ben ik al 51. Wij dachten dit spultje al 34, 40 jaar. Sinds dat wij het CNL Wien won zien. Ik heb een heel soort Maidouwe ziel, dus ik ken Douwe ik uit mijn trog. Ja, je kunt het een psychologisch spultje tussen, hè? Bietje? Nou, moest horen Douwe vreden. Dat is jouw een antwoord op, maar ik ken Douwe heel goed. Ik ken Douwe heel goed en Douwe ken mij ik heel goed. Ja, zij is Tammo. Hoe is er als skipper om mij te werken als adviseur? Mooi, super. Hij is het team al die verlegen. Het draait net om ego's. En wij hebben gewoon altijd een hele leuke samenwerking. Tactisch. Ja, ik mag toch wel dat spiet me. Ja, dat is wat jammer, dat doorspraat er volle meer. Ja. Maar waar zit die goede gearwerking tussen Jemien? Vertrouwen in mijn klanten. We hoeven net niet eens altijd heel veel te zitten. Dat je het heel veel dingen en ik wil automatisch. Douwe is een goede zieler. Douwe is een goede zieler? Ja, klopt. Maar het is belangrijk dat ik... Douwe ken heel veel stewarden. Ken ik heel veel met de wedstrijd bezig mensen. Ja. Dat is heel vaak het verhaal. Ja, het nou, is... Dat is het mooie, wist toch? Ik vind de skipper op dit niveau... Zijn hoofdste taak is dat ding aan de gang houden. Maar alles erop en eraan. Maar, en ik ken het twee dingen tegelijk wel. Wil ik die er 100% van, dan kan ik net 100% om je heen te zien om al die vlagen. Nee. Dat lukt me niet. Ik is net maar de sigaar ik nog. Nee, sorry, dat lukt me niet. Nee. En daar heb ik Tammo voor nodig. En Tammo die kent dat perfect. En het mooie is wat Tammo weer een hele goede laserziel. Nou, ik heb ook een heel schoft in de laserziel. En in de laser krijgt het gevoel, nou, 100 punten voor de vlaag. En, dus ja, dat nemen we bij de mij, dat heb ik niet. En dus wij zitten op dezelfde golflengte. Ja, je bent de jaren begonnen in 2004, hè, mijn koor opgroeid. Is er een mogelijkheid omdat ik op mijn oorschoed zit te dwalen? Ja, waarom zullen we dat op mijn oorschoed zitten? Nou, weet ik net. Je zult dat toch wel eens, slingen? Ik vind het grauwste scootje een super scootje. Wij hebben een super ploeg, maar de grauwste jongens, mijn complete familie erop en eraan. Ik zie geen enkele reden om dat ergens oors te doen. Nee. Mooi op grauw verder, tegeren, met de rest van het team. Prima. Ja. Als dat even boeten je eigen scootje was, wat voelde jij nou het meest op? Wie er een mooie positieve ontwikkeling bij een bepaald scootje? Of zei je van nou? Nou, gewoon de hele vloer, wat we al zijn, denk je altijd. En de eerste weken gewoon saffolle. Ze zijn allebei bij de eerste vier geweest. Nou, dat vind ik wel prachtig. Saffolle verschillende eerste plak, Silas. Ja. Het klassement zit volle dichter bij elkaar. Is er iemand van size van, nou, die sprongen toch voor mij uit, dat verraste mij? Nee, ik hier het redelijk inschatten. Als mij het dan hier het. Als we het van tevoren vregen hier, dan hier ik van. Ien en twee hier ik nog net weten. Daar hier ik mijn twijfels nog over.
Maar traaien hier ik redelijk zijn schatten. Albert had het ik hartstikke goed in. Berend had het goed in. Akerem. Het ja. Het, ja, die had het even een liefde litten. Nou, nee, maar die is ik. Nou ja, je hoort wel. Ja, ja. Dus ik hier het redelijk zien schatten. Nummer 1 en 2, dat weer voor mij de vraag. Maar ik moet ik zeggen... In volgwaarder. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik naar Douwe daar. Ik vind dat Douwe daar, wij hier in de ploeg, compleet, zonder wisselingen. En Douwe hier een probleem. In de zin van dat het twee man belangrijke mensen ook in binnen. En dat los je net samen op. Nee, dat daar ziet misschien het verschil. Volgens mij ziet er het verschil. Zo. Zo, als Tam hoor je net praten kent, dan word ik lastig voor Douwe. Zij is absoluut. Het. Ja. Wij gaan naar de laatste uitdaging van Tjipke. Goed, werd tijd voor een nieuwe uitdaging van Tjipke. Wat dat worden zal, zelfs ik weet het net. Je bent al een beetje zuinig op Tjipke, hè? Want hij is eigenlijk totaal versleten. Komt goed. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de commissaris er al? Nee, die wachten we nog even op. Want we willen heel graag dat Tjipke even een handje drukken zo met de commissaris. Ja, nou, ik weet net dat de commissaris dat wel kent. Want ja, die heeft een hele goede pen om te schroeven en hij kan heel goed praten. Maar een handje drukken. Plak het er een mix zelf of doe je dat? Nee, dat doen wij. Dat hoeft hij net dan. Goh, mooi. Sekslaan op een geek? Sekslaan op een geek? Nee, ja, dit wordt wat best. Maar... Nou ja, vier maar een geek. Vier maar een geek. Ja, die is net zo moeilijk te vinden. Nee, en een sek heb ik al. Een sek heb ik al. Nee, we gaan naar Thailand. Benavaren, hè? Het is mijn baas, juster. Die heb ik weer goed, hè? Ja, nou. Goeie met je. Heb ik nog een klusje voor Tjipke? Nee, ik hoor het nee, niks deze. Wat is die? Boxcoat. Boxcoat? Ja, jullie. Wat is dat? Oh, boxcoat. Ja. Oh. Boxen dan. Maar is Tjipke dan de boxbal? Ja. Waar moet je gaan, boy? Goeiemorgen, met je. Ik dwar het haast net of regen. Maar, mag die even? Hij mag wel even, ja. Doet het wat goed? Ja, weet ik nog niet. Nou, dat oorlisten is het moeilijkste natuurlijk. Dat lijkt mij wel, ja. Ja. Ho, wat zo wel even, Henk. Dat doe je zo hoor nooit, hè? Nee, dat... Maar dat er juist dat die vak omheen stuurt, hè? Oh, dan moet dit ik. Ja, hier geweldig. Ja, niet snel varen nou hoor. Ja, met een bakje om. Even naar Trotter Henne. En dan stap ik bij het Kameleon dorp en dan geef je me daar rechts in. Ja, dat vind ik het niet wel wat. Dat moet ik vertellen. Tien gedank. Held. Tot de vorige keer. Tot volgende keer. Ja, dat is omdat ik neem Oski. Ik doe altijd SKS. Mooi zit Arjen de Boer hier voor het IFKS Sion. Douwe, wat doe je nou eigenlijk na deze twee weken? Vast al in zwart gat? Nee, wij hebben volgens mij nog een klusje. Mooi jong, op graag. Ja, vanzelfs. Vanzelfs. En dan, dan mag wij een beetje bijkomen, denk ik. Nee, peerfeestjes. Maar dan hebben we de Sneekweek. En dat is ik hartstikke leuk. Mijn zoon Albert die gaat er morgen direct voor in de 60 kwadraat. Die moet wijntje weer varen, dus misschien neem ik het dan wel even van de moer en dan ga ik weer 60 kwadraat zien. Oh, wat leuk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En Tammo die gaat ik sneekweken. Dus ja? Je roegel je gewoon terug het horenfeest in. Schitterend. Wat zei je? Schitterend. Nou ja, en ga ik bij het IFKS zien, hè? Of heem hem dan niks mooi? Nee, vind ik prachtig. Vind ik hartstikke leuk. Ik moet jammer genoeg misschien al een oude week weer even varen. Maar dat wil ik daar graag even zien. Jongens, nou Geel en Douwe, dat ben mijn favorieten natuurlijk. Toppers. Beide bij de ziel, dus graag even zien. Ja, maar we moeten ze nou ook nog eens even wat werken. Dat is jammer, hoor. Ja, zij is. Maar wat wien het mooie wedstrijden, hè, bij de nou, SKS. Wij hebben van genoten. Het weer echt een schitterende 14 jaar. Ja, ik heb er ook van genoten. We zullen even wat de IFKS morgen krijgt voor waar. Het wordt 28 graden. Lekker warm. Windkracht treien uit het zuiden bijhielpen op IJsselmaar. Nou, het hemdkin on of u het zelfs, hè. Ik wil hem dankzij voor de komst hierheen en genietje van die Sneekweek.
Van de huldiging. Van het feestje. En ja, van het feestje. Morgen wil je hem huldigen, Ingrouw? Morgen jongen, 8 uur volgens mij op het plein. Elke dien is welkom. Absoluut. Verzeils bij de huldiging van Grouw Moorn. De SKS-kampioen van het jaar 2014. Morgen dan is de IFKS dus met 28 graden op de IJsselmar bij Hielpen. Ik neem een huisje van je. Morgen zit op dit plak Arjen de Boer. Een beetje mankeliek, hè? Mijn 12 weken van dat mooie Sion. Maar ik wens je toch een hele mooie joen en een geweldige IFK-staan.